Zal de bitcoin ooit een gangbare of misschien zelfs dominante wereldmunt worden? Geraakt die belofte vervuld? Als volwaardig betaalmiddel schiet bitcoin op dit moment in elk geval nog tekort. Niet stabiel, niet gebruiksvriendelijk en vooral niet betrouwbaar genoeg. Maar er wordt aan gewerkt en niet alleen in Amerika. Ja, dus, dit is jullie product? Dit is een van onze producten, ja. Ruben Merre, 32 jaar, ontwikkelde met een aantal companen een toestel om bitcoins en andere crypto's in alle veiligheid te beheren. Voor een gebruiker is deze ongelooflijk simpel. Je zegt gewoon een keer, ik wil een bitcoinrekening. Ik wil een bitcoin cash-rekening, een Ethereum-rekening, een EOS-rekening. This is Engrave. In crypto-jargon wordt dit een cold wallet genoemd. Een soort kluis waarmee je je bitcoinrekening offline kan opstarten en bewaren. Want op het internet hebben bitcoin-platformen nog altijd een schimmige reputatie. Het is nog altijd wat de Wild Wild West, in de zin van, als je een portefeuille hebt online, is er heel veel kans dat het morgen of overmorgen door iemand er wordt afgehaald. Niet alleen per se door hackers, maar zelfs door de platformen zelf. Dat is eigenlijk een beetje wat wij aanbieden. Dus echte peace of mind, terwijl dat je bitcoin aan het stijgen is, zonder dat er eigenlijk iemand ermee kan gaan lopen. Geen idee of u intussen zelf warm loopt om uw geluk te beproeven in bitcoin, maar wereldwijd is er in elk geval grote interesse in deze Belgische innovatie. We verkopen sinds juni 2020 en we zitten nu aan ongeveer een miljoen euro omzet in pre-sales. Dus we shippen vanaf mid-april, dus binnen een dikke maand, gaan we wereldwijd 80 landen deze toestel gaan leveren, omdat we in 80 landen al verkocht hebben eigenlijk. Dus het is ook duidelijk dat mensen dit echt wel willen nodig hebben. Onze bedoeling is om minstens 100 miljoen euro omzet te draaien binnen 5 jaar ten opzichte van vandaag. En als we kijken naar de markt en de vraag, vooruitzichten hiervoor, is dat een heel realistisch, zelfs als niet conservatief, doel voor ons. Hoe avontuurlijk crypto-fans ook zijn, blijft natuurlijk wel leuk als je zeker weet dat je op een dag zou kunnen cashen. In Amerika is in, maar vooral ook weer uit bitcoin stappen mogelijk en redelijk ingeburgerd. Maar in Europa moet de commissie eerst nog regels vastleggen. Europa doet dat nu ook. Zij hebben met een heel mooi acroniem DORA, de Digital Operational Resilience Act, willen zij dat streng gaan reguleren. Wat misschien dan ja, een beetje haak staat op heel dat, anarchistische idee achter bitcoin. Dus je ziet dat daar toch een soort mengvorm komt, dat bitcoin naarmate die munt matuurder wordt, ook wel een stukje meer in een pasvorm komt van het financieel systeem. We weten bijvoorbeeld niet van wat is de consequentie als ik morgen mijn bitcoin verkoop en ik zet het op mijn bankrekening. Voor zover wij weten gaan banken nu zelfs zeggen van wow, van waar komt dat geld? Je hebt eigenlijk heel veel blokkages waardoor je niet weet mag ik het nu cashen, hoeveel procent belasting ga ik betalen? Er wordt al gesproken over 30-50% belasting op je winst. Dus als je er morgen aan wilt beginnen, het is niet dat je zegt twee minuten weg, ik ben klaar. Het is een echte zoektocht. Ja. Dat de blockchain-technologie de komende jaren ons dagelijkse leven zal binnensluipen, daar mogen we van uitgaan. Maar of beleggen in bitcoin daarom een slim idee is, dat blijft de vraag van minstens 1 miljoen.